Ja, voorzitter, twee vragen. We zien dus dat de heer Omtzigt zegt, nou ja, we hebben nu opgeschreven waaraan je je moet houden als je in een kabinet wil zitten. Maar met Wilders vertrouw ik het toch niet. Eerder, en de heer Omtzigt gaf zojuist een goede opsomming van allemaal gedragingen van vorige kabinetten, die zich ook formeel netjes aan de rechtsstaat hielden. Maar ja, via omwegen, dingen die we niet zagen. Je hoeft de grondwet niet te wijzigen om antirechtsstatelijk te handelen. En die kabinetten werden geleid door de VVD, CDA zat erin. Dus mijn vraag is eigenlijk, ik heb de heer Omtzigt leren kennen als iemand die daar heel kritisch op was. En ook als iemand die er niet zomaar vanuit ging dat de VVD zich netjes aan de rechtsstaat hield, ook al zei Rutte van wel. Wat is er dan precies veranderd dat expliciet voor Wilders nog een afstand geldt, maar voor de VVD niet en voor BBB ook niet? Want sinds 10 januari hebben we toch een aantal niet al te rechtsstatelijke gedragingen gezien. Waarom is daar die afstand voor de NSC-fractie niet relevant? Voor ons zit er wel een verschil in het verkiezingsprogramma van de een en het verkiezingsprogramma van de ander. Oké. Okay. Nou, dit... En als u noemt het voor het... De initiatiefwetsvoorstellen die hier lagen, kan ik me geen initiatiefwetsvoorstellen herinneren van de VVD die apert in strijd waren met de grondrechten. En dat was bij de PVV wel het geval. Daar zat echt wel een verschil tussen. En ik ga er overigens vanuit dat niemand hier perfect is en overigens ook onze fractie niet. Dus als u vraagt, moet iedereen altijd 100% perfect zijn? Nou, dan hebben we hier aftredens aan de vleet. En Ik ben zelf wel begonnen om toegegeven dat ik iets niet helemaal goed gedaan heb. Dus ja, als hij naar perfectie streeft, dan naar heiligheid streeft, dan moet hij waarschijnlijk niet in de politiek zijn. Ja, voorzitter, heel grappig. Daar vroeg ik helemaal niet naar. Ik vraag alleen maar naar dat instapniveau van wat je van het landsbestuur mag verwachten. En ik dacht altijd dat de heer Omtzigt en ik daar ongeveer dezelfde visie op hadden. Maar nu ik er naar vraag, er wordt ineens overdreven gedaan alsof ik naar perfectie vraag. Maar goed, ik zie dat de heer Omtzigt zijn terechte wantrouwen richting de VVD een beetje heeft laten varen. Dus dat lijkt me een stap in de richting die mevrouw Jezielkes graag wil. Mijn tweede vraag gaat over dat idee dat de heer Omtzigt hier neerlegt dat het verstikkende coalitieakkoorden zouden zijn die ervoor zorgen dat we niet goed kunnen opereren als Kamer en niet de problemen kunnen oplossen waar wel misschien een meerderheid voor is. Ja. Mijn vraag is dan toch, ik vind het wel echt een beetje wrang om te horen uit de mond van iemand die aan tafel heeft gezeten, waar we als volledige Kamer toch te horen hebben gekregen, ja, zolang de formatiegesprekken lopen, worden er geen voorstellen gesteund die geld kosten. Met andere woorden, je hebt niet eens een verstikkend coalitieakkoord nodig om te zorgen dat de rest van de Kamer gewoon buitenspel staat. Daar heeft de heer Omtzigt toch gewoon aan meegewerkt. En die heeft toch gezegd, geen voorstellen die geld kosten. Dus de heer Omtzigt is toch een soort van verstikkend coalitieafspraakje met deze formerende partijen gaan smeden. Ik denk dat er enige voorzichtigheid nodig is op dit moment, zeker gezien het grote probleem bij het probleem dat er in de staatsfinanciën is. Over de grootte kunnen we het hebben, maar het is er wel. En laten we morgen eens zien of partijen, want morgen stemmen we over alle begrotingen die er nog zijn. Dan zult u zien of er nog voorstellen gesteund worden of niet, die wel of geen geld kosten. Want laat ik heel eerlijk zijn, de amendementen zijn waar het hier om draait. Dat zijn, voor de mensen die thuis meekijken, de wijziging op de begroting waardoor de regering gemachtigd wordt om op bepaalde stukken, kijk even het vak van de regering en oud-minister Plasterk, want hij kent dat nog, waar die extra geld mogen uitgeven, terwijl moties toch vaak iets zijn van los de hele wereld op en gaat over tot de orde van de dag. En dan zult u zien of daar ook andere voorstellen gesteund worden. Ja, voorzitter, dan hoop ik dat daar beweging in komt. Want je kan verschillend denken, hè, over waar moet je dan de verlaging of de afschaffing van het eigen risico van betalen. Natuurlijk kost dat geld. Maar de heer Omtzigt heeft er toch wel aan meegewerkt dat dat debat hier is doodgeslagen. Waardoor we die stap tot nu toe niet hebben kunnen zetten. En dat vind ik wel een beetje vervelend als de heer Omtzigt zelf ook zegt, ja, maar dat zijn die verstikkende coalitieakkoorden die alles onmogelijk maken. Dan moet je dit zelf ook niet doen. Dus geef de Kamer de ruimte om met elkaar op zoek te gaan naar wat mensen nu nodig hebben. En met elkaar te bedenken, oké, waar is dan overeenstemming waar we dat uit kunnen betalen? En die mogelijkheid is er. Laat ons alsjeblieft die ruimte de komende dagen.
We gaan zien morgen bij de begrotingen welke stappen daar gemaakt worden. De heer Baudet. Dank u wel. Ik hoorde de heer Omtzigt weer een aantal keren spreken over iets wat niet kan in het Nederlandse staatsrecht. Namelijk dat de Tweede Kamer wetten zou maken die in strijd zouden zijn met de grondwet. Dat kan niet. Het is